Kijk eens wat ik hier voor je heb. Een Valentijnskaart lag op de deurmat, jij Casanova. Ah, nee, hè. Waarom nou weer zo'n reactie? Ik hou er gewoon totaal niet van. Net als cadeaus krijgen. Als ik een cadeau krijg, ben ik nooit in mijn hoofd bezig met... Oh, wauwie, wat zal erin zitten? Maar altijd direct van... Wat als het een prutcadeau is? Wat ga ik dan zeggen? Ik kan niet gaan zeggen dat het een prutcadeau is. Mensen hebben hier moeite voor gedaan. Moet ik gaan liegen? Wat als ze het van mijn gezicht kunnen aflezen? Hoe ga ik kijken als het prut is? Ben ik nu helemaal vereist om een acteur te zijn als ik cadeautjes krijg? Net als dit soort kaartjes. Wie stuurt me zoiets? Wat als ik haar niet mag? Dan moet ik haar gaan afwijzen. Of moet ik nu geforceerd op een afspraakje gaan om te voorkomen dat ik iemand kwets? Nu moet ik gewoon al een smoes gaan verzinnen waarom ik geen relatie kan beginnen. Zou je hem niet gewoon eerst openmaken? Ik zeg het je, mijn gezicht is een vloek. Jij bent veel beter af zonder Valentijnskaarten. Oh, ik heb ook Valentijnskaarten gekregen hoor. Kaarten als in meervoud? Yep, 11 maar liefst. Zelfs een van Anneke. Die met die fikse knikkers. Ja. Oh. Nou, maak open, ik moet zo weg. Je weet zeker dat er niet een paar van mij tussen zaten? Nee, of jij moet ook het koosnaampje de groene ratelslang dragen? Vanwege mijn penis, ik kan hem bewegen als de staart van een ratelslang. Oké. Ik maak me soms alleen wat zorgen om het geluid, maar ja, het houdt de roofdier op een afstand, dus... Nou, eens zien. Fijne Valentijnsdag, maak er een gensbare dag van. Kusjes anoniempje. Het is duidelijk jouw handschrift. Wat? Nee, misschien lijkt het er alleen op. Nee, en niemand zegt gensbare, gensen en dat soort troep. Pittig veel mensen zeggen dat. Het is hippe slang. Nee, dat is het niet. Oké, ik wilde je gewoon opvrolijken omdat jij geen kaartjes gekregen had. Oh, oké. Nou, ik ben opgelucht dat ik niemand hoef te kwetsen. En de meeste vrouwen weten waarschijnlijk toch wel dat ik niet van kaartjes hou, dus vandaar. Ja, nee, dat wist ik dus niet. Maar ja, ik moet gaan. Afspraakje met Anneke. Even een potje knikkeren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, vanwege haar fixen. Ja, dat is een nee. Hey, hoi. So lonely, we're so lonely. Hey, dat is lekker. Wil jij kans maken op een kutshirt naar keuze? Nou, het enige wat je even hoeft te doen is geabonneerd zijn op dit kanaal, deze video leuk vinden en een reactie achterlaten.